Noorwegen en dat ding dat heb je Zweden. Want die bugs liggen erboven, man. En die kogels en zo. Ik heb ze aan het rijden en kom in één keer letterlijk gewoon een autokerkhof tegen. 5 jaar geleden waren mijn vader en ik hier ook. Alleen toen lag er heel veel sneeuw. Hier hebben we toen ook een video opgenomen in de sneeuw, een training. En we gaan nu eens even naar binnen kijken hoe het er nu eigenlijk uitziet. Dan kun je even oude en nieuwe beelden bij elkaar plakken en dan kun je het verschil zien. Ja. Wat weet je nou? Nou, wel grappig hè, zo dan 5 jaar later eigenlijk. Volgens mij gingen we hier nog een optrekken. Gaan we naar binnen? Nee. Kijk joh, loop maar even. Wie kan zeggen dat hij met zijn vader op een bruiloft van Zweden gaat en dan tussendoor eventjes wat verlaten gebouwen bezoekt? Jee, papa sneller! En ze hebben ook sportschool, is hiernaast? De gym. Het is echt zo'n standaard sportschool op een camping, weet je wel, waar je, dat je eigenlijk binnenkomt en je denkt van ja, wat de fur moeten we hier doen? Wat moet je hier doen? Je hebt niet echt plek om wat te doen eigenlijk, weet je wel? Ik denk dat het bij de kringloop vandaan komt allemaal, of zo. Maar, als je wil weten wat je kan doen... Nee. Of, gewoon lekker naar de burpees. Vooral vakantie of als je weinig tijd hebt, gewoon lekker snel. Kijk, hout zat. Oh wacht, ik kan je pull-up en... Het zit niet echt heel stevig. Straks stort hij in, hè? Oh ja. Yeah. Doe maar niet, hoor, want het zit allemaal niet zo best vast, hoor. Met een paar oude rotte spijkers. Oké, we gaan even boven kijken bij de pingpong. Zoals je ziet, je gaat een soort van terug in de tijd. Dat is op zich ook wel eens leuk. Ik kreeg heel wat anders natuurlijk als een dure luxe bruiloft bijvoorbeeld in Italië. Of, en nu dus gewoon in Zweden of een soort boerderijachtig iets. Nou, ah, die ziet er wel mooi uit. Die ziet er best relaxed uit, zo. En dat, pingpongen. Kijk daar. Ja, wat is dat? Hoe werkt dat? Even serieus. Ja, dat is op zich, ja, je kunt erom lachen, maar op zich is het eigenlijk best gaaf eigenlijk. Zal ik eens een random cd'tje pakken? De Blackwater Boys. Oh, die bugs liggen erboven, man. En die kogel dus ook. Nou, schiet even dan. Ja, dat vind ik leuk, hè? Ja, ja, ja. Die eigenaar heeft hier dus alles gewoon helemaal zelf gemaakt. Dat is echt super gaaf. Maar ja, je moet er wel van houden natuurlijk. Je moet niet Dubai gewend zijn om zo maar te zeggen. Oh, joh. Ja, je bent geen 18 meer, hè? Hoppa! Dit is ook nog iets, maar dan ga ik... Is dit de dark room? Wel leuk om dit allemaal even te bekijken eigenlijk. Dat zie je normaal eigenlijk niet. Een huppertje... Pongen. Pongen? Kun je dat dan? Wat? Kun je niet? Oh, kun je niet? Ja, ja. Daar is die. Ik hou er steeds van je, maat. Echt maar. Voor jou heen moet natuurlijk. Moet ik nog zeggen welkom in Zweden? Of is dat ja, dan? Zeg maar eventjes. Ja, Nalioppa, welkom in Zweden. Nu de dag verliet de bruiloft op fest. Dus welkom in Zweden. We gaan er een mooie dag van weekend van maken. Dus maat, alvast heel veel plezier. Geniet welkom. Ervan. Mooi dat jullie er zijn. En doe je best. Thanks. Nou maat, het is jouw turn. Met de tijd weg. Handvaten, teen omhoog. Ja. Wat zei je? Dat wordt me dom. Hoe moet ik zitten? In je achteren? Waarschijnlijk niet, maar wel. Ja, Bas. Zo ja. En gewoon, dan laat je gewoon rustig afzakken. Wacht, wacht, wacht. Ja. Oké, ga maar. Ik zal op mijn donder wel. Nee. Gewoon handen vasthouden. Kom helemaal. Het doet hem wel, hè? Jouw gek. Ja, mooi hoor. Ja, maar goed zo. Ga je best goed, hè? Ja, ik mis alleen een rugleuning hier. Hallo? Dat zijn wel een fout dingen. Nou, dat is mooi, hè? Het werkt wel. Het werkt wel, ja. 100%. Oh, vooral het eerste stukje, ga best uit, hè. Ja, hè? Ik heb je aan het rijden en ik kom in één keer letterlijk gewoon een autokerkhof tegen of zoiets. Even kijken wat voor auto's het zijn. Staat geen merk op? Oh wel, Mercedes. Misschien heeft hij vroeger bij een oude autogarage gezeten en is gewoon compleet vertrokken. Zo, we zijn even een stukje rijden. En dit is dus zijn eigen sportschool van Ruben in Zweden. Fitness and Fighting, NK Gym. En ja, hier heb ik dus ook mijn boxlessen gehad voor het gevecht wat ik had verteld.
Hij is nu gesloten, ze kunnen niet naar binnen. Maar hij ziet hier gewoon een halve ring zitten. Hij is net aan het overhuizen, denk ik. Hij zei dat hij een nieuw pand had. Ik zie een paar bokzakken staan. Wel leuk om even te zien. De vader trekt niet meer, even wisselen. Dat is een nadeel, omdat je niet zo weinig slaapt. Die zou ik nu al naar bed gaan eigenlijk. Maar ja. Pot! Oh, kook. Hoe grieven. Gaat die licht ook gelijk, hè? Oh, lekker even een koude douche genomen, altijd lekker. Gelijk een beetje, ik voel me gelijk 10 keer fitter. Dit is een topuitvinding, man, eigenlijk zo. Ja, het kost niks. Nee. Alleen duurt het langer natuurlijk. Dat is wel. Dus het is tijd voor de sauna. Bam. Lekker, ouwe. Hoe is het voelen heet het is? Hij is beslagen, gelijk. Timmertoega. We hebben ons even lekker opgefrist. We gaan nu even de klamboes ophangen. En de ventilators. Die opgefrist? Ja, ik ben even in de sauna geweest en een koude bad. Ik zeg gewoon aan de bier, ik ben niet fris meer. Dat hij niet van achteruit dondert. Ik heb dat ding op mijn huisje zet. Met dakken. Ja, dat is perfect, hè? Ideetje van John. Top. Top zo'n zweetsplafond. Ja. Ja. Ik ineens naar een tunnel. Nou, top, ouwe. Wil je slapen als een roosje straks, hè? Het is momenteel 11 uur. Ik ga lekker naar bed. Er zijn nog wat mensen buiten aan het chillen. Ik weet niet of ik morgen ga vloggen. Morgen is namelijk de bruiloftdag. En dit is eigenlijk wel een klein beetje privé. Het is niet mijn eigen bruiloft. Mijn eigen bruiloft zou ik wel filmen. Maar in ieder geval mensen, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Ik ben op het moment 30 uur wakker samen met mijn vader. Ik denk dat die nog steeds buiten zit. Want hij is er nog steeds niet zoals jullie kunnen zien. Maar ja, dat is dus het ding, als je dus alcohol drinkt, ga je dus op een gegeven moment nog pieken. Maar dan ga je morgen dus helemaal naar de kloten of die dag daarna. Ik ga nu gewoon mijn rust pakken, zodat ik gewoon morgen lekker fit kan zijn. Want ik ga dus ook morgen hier filmen, foto's maken. En daar wil ik ook gewoon fit voor zijn. Dus ja, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En ik ga lekker naar bed. Ik ben blij dat ik klamboe mee ga. Weet je wat gewoon gaaf is? Dat je gewoon nieuwe mensen leert kennen die je gewoon niet verstaat. Of ja, het is... Pret natuurlijk Engels, Zweeds, vertalen, Nederlands, half gebakken. En toch kun je een relatie opbouwen met mensen. En toch kun je een emotie overbrengen en gesprekken delen. En ja, dat is echt vet. En het zijn zulke lieve mensen hier. Alleen ik ben er gewoon zo moe dat ik eigenlijk nu denk van ja, ik heb weer gewoon geslapen, weet je wel. En dan moet je dat ook gewoon doen, want je moet altijd naar je lichaam gewoon luisteren. Dus...